Een beroerte is eigenlijk een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen waarbij er sprake is van een plotse onderbreking van de bloeddoorstroming in de hersenen. Het kan enerzijds gaan om een trombose, waarbij er eigenlijk een hersenbloedvat wordt opgestopt door een klonter. Deze klonter kan in het hersenbloedvat zelf ontstaan, maar kan ook afkomstig zijn van elders uit het lichaam, bijvoorbeeld vanuit het hart of vanuit de grote bloedvaten in borst, holte en halsregio. In dat geval spreekt men over een embol. Anderzijds kan het ook gaan om een hersenbloeding met een plots openbarsten van een bloedvat in of rond de hersenen. Wat essentieel is bij een beroerte is dat er sprake is van een plots optreden van de symptomen, dus werkelijk van het ene ogenblik op het andere. De FAST-test is een hulpmiddel om zo snel mogelijk een beroerte te herkennen. De F staat voor face, het Engelse woord voor gelaat, waarbij men kijkt als er sprake is van een verlamming in het gezicht te zien door een afhangende mondhoek. De A staat voor arm, waarbij men let op verlammingsverschijnselen in een lidmaat, een arm of een been. De S staat voor speech, het Engelse woord voor spraak, waarbij men let op plotse spraakproblemen bij de patiënt. En de T staat voor tijd, waarop gewezen wordt dat de tijd heel belangrijk is. Alles moet zo snel mogelijk gebeuren. Elke minuut telt.